Dit oefenduel tegen Fenerbahçe is voor PSV de laatste serieuze test voor de Champions League kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag tegen Zulte Waregem. PSV in de opstelling die ook zomaar volgende week dinsdag in het Philipsstadion op het veld zou kunnen staan. Het is Bakkali met de eerste actie voor PSV dat uitstekend begon in de eerste helft. Rekik en Bruma, het hart van de defensie. En daar de Colombiaan Arias voor het eerst ook in de basis bij PSV. Goede combinatie met Bakkali. Maakt een uitstekende indruk deze Colombiaan. Hier de goede voorzet op Matafs. Die in twee instanties de bal achter de doelman van Fenerbahçe Demirel krijgt. Hier nog eens kijken naar die actie van Arias. Matafs eerst met de voet, daarna met het hoofd. En na een kwartiertje spelen staat PSV met 1-0 voor. Bakkali. Daar is Wijnaldum. En met wat geluk heeft de doelman de bal. Maar het geeft aan dat dit jonge PSV uitstekend speelde. Fenerbahçe dat net als PSV volgende week ook kwalificatie voor de Champions League speelt. Tegen Red Bull Salzburg. Dirk Kuyt zag u daar. Vorige week nog in actie in de afscheidswedstrijd van Mark van Bommel. En het schot van Merijes uitstekend gepakt door Jeroen Zoet. Het was een van de weinige kansen die Fenerbahçe in de eerste helft afdwong. De trainer van Fenerbahçe, Janal, zag u even. En hier weer PSV met Matafs. Zichzelf uitstekend vrijgespeeld. En weer ligt de doelman daar in de weg. En zo kreeg PSV in de eerste helft talloze mogelijkheden om de score uit te bouwen. Via Rekik naar Willems. Adam Maher. Bakkali dan, mooie beweging. Nog een mooie beweging. En een prima schot van Bakkali. En PSV liet zien duidelijk verder op weg te zijn in de richting van die Champions League kwalificatiewedstrijd dan de Turken. Prima reactie ook van de doelman. Dit zijn beelden uit de tweede helft waarbij PSV nu niet Jeroen Zoet, maar Primislav Titon in het doel had. Willems naar Schaars. Dit oogt wat slordig en dat levert de Turken zomaar een kans op. Dit is toch oudspeler van FC Twente. Merijes met een schot en Titon heeft de hulp van de paal nodig. Een fase waarin Fenerbahçe wat meer aandringt. Halverwege de tweede helft. Dit is weer Stoch. Prima paasje naar Katlec. En daar Webo bijna met een succesvolle kopbal. De spits van Fenerbahçe op die voorzet van Katlec. Oudspeler van Bayer Leverkusen trouwens. Maar vervolgens was het weer PSV. Via Locadia in het veld gekomen van Matafs. Daar Toivonen, ook hij is ingevallen. En Bakkali probeert het met een slim stiftje. Maar Gunok, de invallende doelman bij Fenerbahçe, heeft daar geen probleem mee. Katlec. Stoch. En daar weer een geweldige kans voor Merijes. En weer heeft Titon de hulp van de paal nodig. En met wat kunst en vliegwerk komt PSV daar aardig weg. Daar heeft iemand toch zijn man laten lopen, lijkt het. Arias. Bakkali. Opening op Memphis Depay. Locadia. Weer Bakkali. Weer terug naar Locadia. En ineens geschoten. En heel goed ook trouwens. Een schitterende goal van deze Jurgen Locadia. Op aangeven van die andere jongeling Zakaria Bakkali. Een doelman Gunok volstrekt kansloos. 2-0 staat PSV voor bij Fenerbahçe. En dat is een uitstekend resultaat te noemen. Kuyt. En wat kan Fenerbahçe nog doen in de slotfase? Deze bal waar Titon de grootst mogelijke moeite mee heeft. Alhoewel die toch wel overgegaan was. PSV doet in Turkije uitstekende zaken. Werkt aan het zelfvertrouwen. En lijkt prima op weg naar de Champions League kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag. Thuis tegen Zulte Waregem. PSV wint met 2-0 op bezoek bij Fenerbahçe.